Vandaag in Alle Zaken op een Rijtje ontdekken we hoe sommige kapsalons en schoonheidssalons hun bedrijfsprocessen managen. Met behulp van een eenvoudige, effectieve tool, SalonKey. SalonKey werd opgericht in 2017 door 5 co-founders en is momenteel uitgeroeid tot het meest complete systeem van Europa, waarin dat we in België 20 gepassioneerde mensen hebben om elk salon, schoonheidsinstituut, wellnesscentra te gaan begeleiden in een digitale transformatie. De klanten kunnen hierdoor niet alleen 24 uur op 24 hun afspraken maken, maar het salon gaat ook nog eens beschikken over een all-in-one tool die niet alleen een digitale agenda, maar ook een compleet kassasysteem met stokbeheer, online betalingen gaat voorzien en laat ook nog eens toe om als zaakvoerder het salon beter te gaan begrijpen en beter te gaan kunnen doen evolueren. Alors SalonKey nous a permis de mettre la clientèle au centre de notre entreprise. Ça nous a permis de leur offrir un service de rendez-vous, une prise de rendez-vous online. Ça nous a permis à nous concentrer sur la clientèle, moins d'appels en salon. Le client peut prendre son rendez-vous de chez lui, peu importe l'heure qu'il est. D'ailleurs, on remarque que la plupart des rendez-vous sont pris le soir et le dimanche pendant les jours de fermeture. Honnêtement, je suis très contente de SalonKey. On va dire que c'est beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent également avec SalonKey qui m'ont convaincue de changer de logiciel. Vous avez vraiment tout qui est complet. Vous avez l'historique, vous savez tout ce que la cliente fait. Vous savez exactement avoir un feedback par rapport à ce que la cliente pense aussi. SalonKey a été vraiment d'une grande importance pour nous dans la gestion du personnel, pouvoir gérer notre planning de rendez-vous, pouvoir incorporer les formations, les congés des uns et des autres. Donc tout ça nous a permis de retravailler différemment tout en gardant le client au centre de l'entreprise. Covid heeft een enorme évolution op de markt teweeggebracht naar digitalisatie toe en je moet natuurlijk ook weten dat een hele generatie aankomt die niet meer telefoneert. Mensen willen ook online reserveren tegenwoordig. Het is dan ook belangrijk van die digitalisatie nu te doen, want hoe langer dat men wacht, de trein is eigenlijk al vertrokken uit het station en het wordt moeilijker en moeilijker om hem in te halen.